Staatsolie was nooit in de rode cijfers, maar we hebben wel moeilijke tijden gekend. Dat zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van de Staatsoliemaatschappij NV. Het gaat weer heel goed met het bedrijf, benadrukt Elias. Alle ondernemingen van het staatsbedrijf, zoals de raffinaderij GoTo, SPCS en Staatsolie Upstream, hebben een positieve bijdrage gehad in de cashflow van het bedrijf. De directeur zegt verder dat het bedrijf bloeiende tijden tegemoet gaat. We zijn zelf bezig met een prachtig exploratieprogramma. in het uh, nearshore gebied. Dat is in het watergebied tussen 0 en 25 meter, maar het is wel op zee. We zijn op dit moment bezig om een van de grootste prospects, mogelijke oliefondsen uh, aan te boren. Een heleboel mensen denken dat we de olie al gevonden hebben. Helaas, helaas is dat niet zo. Ik kan je beloven dat de hele Surinaamse gemeenschap binnen 24 uur weet, ik, zeg, ik wil eigenlijk zeggen binnen 12 uur weet, dat als we olie gevonden hebben. Dus dat, dat is dat absoluut nog niet zo. Maar we zijn wel heel excited dat we denken dat we het binnenkort gaan vinden. Niet alleen omdat wij zo'n mooi programma hebben in het neerzorggebied, maar ook omdat Apache nu, dat is de oliemaatschappij die in het diepe offshore gebied boort. dat die nu net naast Guyana, op die plaats waar Guyana uh, of de Exxon Haimara gevonden heeft, dat is een oliefonds die eigenlijk aan de grens is met Suriname, dus op twee kilometer van onze kust, dat is zo dichtbij. Van, niet van onze kust, van de grenslijn. Dat is zo dichtbij dat we ervan overtuigd zijn dat ook aan deze kant van de grenslijn de olievoorkomens er zijn. In de loop van dit jaar zullen er drie putten geboord worden, zegt de staatsoliedirecteur. Hij gelooft er sterk in dat er veel olie gevonden zal worden. En dat geeft ons een goed gevoel, benadrukt Elias. Het is niet alleen ik die er geloof in hebben. Het is uh, met mij alle mensen van Staatsolie, laat dat duidelijk zijn. Zij uh, dragen dit bedrijf en zij adviseren waar we uh, de putten moeten boren. Maar ook als je kijkt naar de interesse van de buitenwereld, van alle oliebedrijven die daar buiten zijn in het gebied van Suriname, dan zie je dat alles wat we kunnen uitgeven, in het diepe zeegebied hebben we ook uitgegeven. En datgene wat we noemen het staatsolie-study-area, datgene wat we hebben gezegd, dat gaan we nog niet uitgeven, want daar willen we zelf uh, exploreren. Ook daar ze, zitten ze steeds aan onze deur te klappen en ze zeggen: zijn jullie al zover? Willen jullie niet samen met ons wat doen? De so, excitement komt natuurlijk niet alleen van onze kant uit. De excitement komt ook uit van alle andere oliebedrijven die heel veel geld. Investeren in Suriname om ervoor te zorgen dat we hier olie gaan vinden? Dat was Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsoliemaatschappij NV. Hij sprak over de mogelijkheid dat het bedrijf een grote oliebron kan aanboren dicht bij de grens met Guyana. Het volledige interview wordt morgen om 5 uur uitgezonden in het actualiteitenprogramma In Gesprek met op kanaal 12.1.